Hey iedereen, welkom in deze gloednieuwe weervideo van Noodweer Benelux. Zoals beloofd, bij heel wat duimpjes en leuke reacties, een nieuwe extra kijk op de onweersituatie. Dinsdag 21 mei 2024 moeten we scherp in de gaten houden. Als u een onweerliefhebber bent, wel, dan kan u in de namiddag en avond getrakteerd worden op een hoge bliksemfrequentie. Heel veel regen op korte tijd, windstoten en dus ook mogelijk schade. Ik hoop dat u opnieuw deze weervideo aan heel wat mensen deelt via jullie eigen social media, want het gaat sowieso problemen opleveren. We kunnen dat nu al duidelijk zeggen, dat in de Benelux lokaal stormschade gaat ontstaan. Mijn vraag naar jullie die kijken is dan ook de volgende. Bent u een onweerliefhebber en waarom? Waar zet u dat best neer? Heel gemakkelijk, hieronder deze weervideo. Waarom een onweerliefhebber? Door de wind, door de wolkenformaties of door ja, de prachtige bliksemontladingen? Geen idee, maar u gaat het mij vertellen. In deze update gaan we door die weerkaarten. En u heeft geluk, ik had het beloofd, we gaan de allerlaatste weerkaarten aan jullie meegeven. Dat is onze stijl van dit YouTube-kanaal. En ik moet u ook feliciteren. We zijn met bijna 31.000 leden. Het is ongezien en net ik het zeg, zie ik hier dat we er al boven zitten. Crazy. Dus als u een weerliefhebber bent, u wil de laatste stand van het weer weten, abonneer gratis op dit YouTube-kanaal. Let's go. U ziet onze website, noodweer.be. Dat gaat uiteraard jullie plek worden voor alles te volgen rond de regen, rond de onweersbui. En heel belangrijke pagina's daarbij zijn uiteraard deze en de regenradar. En heel veel van jullie mensen die hebben dat de afgelopen dagen gedaan. We hebben zelfs opnieuw wat records gebroken qua bezoekers. Ongelooflijk. En kan er heel veel regen vallen, Nicolas? Ja, absoluut, mensen. Er kan veel neerslag vallen, want de atmosfeer is verzadigd van vocht. We gaan ook op dinsdag 21 mei gaan we een depressiekern over de lage landen krijgen. En dat gaat samen met een scherp temperatuurcontrast tussen België en Nederland resulteert in onstabiliteit in de opbouw van Cape, die later op dinsdag gaat omgezet worden in zware regen- en onweersbuien en mogelijk zelfs mensen een complex aan onweders. En wat zo'n complex precies doet, wel, dat gaat u in deze weervideo uiteraard te weten komen. Let's go, we gaan erin duiken en we zijn al met een voorwaarschuwing gekomen. Mensen die ons volgen op X, op Facebook, daar heeft u het al gezien. Een voorwaarschuwing bij onze weerdienst doen we vaak in situaties waar wij schade verwachten voor die specifieke dag. Het is al level 1. Er is een grote kans dat het in de loop van dinsdag naar een level 2 zal bijgewerkt worden voor een deel van België en een deel van Nederland. En dat is niet mis. We hebben al gezien de afgelopen dagen dat heel veel mensen met wateroverlast te kampen gekregen hebben. En dat zal niet anders zijn op dinsdag en in de nacht naar woensdag. Nogmaals, we zijn er zeker van, nu al, dat er in de lage landen schade zal optreden door dat fenomeen. Dus, wat kan u doen? Heel belangrijk, deze weervideo aan mensen even tonen of delen op je eigen tijdlijn. Je hoeft het niet voor mij te doen, maar doe het dan voor de mensen die in die gevoelige regio's wonen en niet met natte voeten in de woonkamer moeten staan. Ik kan niet veel duidelijker communiceren bij deze. Het ligt in jullie handen. Goed, level 1. As we speak, nu al als voorwaarschuwing. Dan gaan we naar deze situatie. En het probleem ga ik hier kaderen. Hoe komt het, Nicolas, dat die situatie op dinsdag in de namiddag en avond ja, uit de hand gaat lopen qua onweer? Wel, heel simpel. Omdat we op deze temperatuurkaart het probleem al zien. Dit vind je trouwens ook op onze website, dus dat is wel lekker gemakkelijk. Ik maak hier een scheidingslijn tussen een koel België en een warm zomers Nederland. En typisch, bij zo'n contrasten kunnen zich onweersbuien vormen. Er ontwikkelt zich Cape. Dat is een parameter voor onweer. En bij 100 joule per kilogram aan Cape kan er al onweer ontstaan. Wel, morgen gaan we los over de 1000 joule per kilogram. Maal 10. Goed. En dat veroorzaakt die scherpe temperatuurcontrasten. Dat gaat die onstabiliteit triggeren. En we gaan grote verschillen zien in de lage landen qua temperatuur. Onweer gaat zorgen voor een afkoeling in bepaalde gebieden, terwijl andere regio's nog in de zon zitten, en zorgen voor die extra push voor hevig onweer of zelfs noodweer.
Dus contrasten tussen Noordoost-Nederland, 25 graden, en hier bijna 16 graden aan de Frans-Belgische grens, een 10 graden, is toch wel al flink. Dan gaan we even kijken naar die setting. En de setting, mensen, zet u schrap in deze weervideo. Vorige video haalde 20.000 kijkers. Ik denk dat we er hier persoonlijk los gaan overgaan. Ja, dat is ook wel belangrijk, want het heeft een waarschuwende functie. We zitten hier op een Frans weermodel te kijken. In de namiddag, 2 uur, 3 uur, eigenlijk nog weinig aan de hand. Een aantal prefrontale buien, zoals dat dan heet. Hier eentje, daar eentje, en die warme, onstabiele luchtmassa. Heel normaal voor zo'n setting. En dan, daar moeten we naar kijken, mensen. Wat gaat er gebeuren in de vroege namiddag? Die regenzone gaat beginnen activeren aan de warmflank, aan de noordflank. Dus alle gebieden aan de Frans-Belgische grens zitten in die koele lucht. Daar gaat die onweerskans kleiner zijn. Maar aan die warme flank, daar kan het boeltje exploderen. En dan zien we van die typische beelden op satelliet, die lijken op pannenkoek-images. Pannenkoekbui met een heel grote kap boven de Benelux. Dus dat gaan we zeker morgen ook even illustreren als het zich voordoet. Maar eigenlijk voor de Benelux rond 2-3 uur nog vrij weinig aan de hand buiten deze prefrontale buien. En dan gaan we wat verder. En nu hou je vast aan de takken van de bomen. Arome, het Frans weermodel is niet alleen. We hebben het Duits weermodel mee. We hebben Harmonie mee uit Nederland. Alle weerberekeningen komen op de proppen met een forse ontwikkeling aan die warme flank, mensen. En het zou een MCS kunnen worden. En een MCS wil zeggen dat aan de voorzijde van zo'n onweercluster hevige windstoten zitten. Dat het eigenlijk van een dagperiode plots heel donker wordt. En dat u ook misschien de groene kleur kan waarnemen in die wolken. En dan weet u dat u beter u uit de voeten maakt, want dat daar hagel bij zit. Dus een MCS is eigenlijk een klonter aan meerdere onweersbuien. En de trekrichting is zo. Goed, trouwens mensen, als u dit soort weervideo's heel informatief en duidelijk vindt, laat het mij weten met een duimpje. Dat is een eerste ding dat u kan doen. Of ook in de reacties even nalaten. Maakt mij altijd heel blij. Dus let me know. Hier. Dat is al voor 4 uur, 5 uur in de namiddag. Het onweercomplex groeit, sterkt en zwelt aan. Dan gaan we nog wat uurtjes verder. En dat zou nog moeten toenemen. Oelala. Arome. Kijk eens hier, jongens. Boom. Een onweerscluster om u tegen te zeggen, die zich eigenlijk ontfermt over een groot deel van Zuid-Nederland, ook delen van Vlaanderen, en een typische structuur vertoont met aan de voorkant quasi geen buien, dus wel wat opklaringen. Die gaan dat complex extra power geven en heel veel neerslag in die achterzijde. Een aantal van jullie kijkers die waren wat sceptisch tegenover onze berichtgeving van ja, Nicolas, je kwam al vrij vroeg met deze berekeningen, met deze kans op zwaar onweer en wateroverlast. Wel mensen, we zien tot op vandaag nog steeds die berekeningen komen. En dat is onze stijl. Wij bij Noodweer Benelux vroegtijdig jullie signaleren, want anders ja, heeft het weinig zin. Dus hier, in de avondperiode, in de volle avondspits, moet ik er ook even bij zeggen, hier in de buurt van Antwerpen, het zuiden van Nederland, regio Rotterdam en straks ook Amsterdam, toch even opletten. Matige, hevige regen, hoge bliksemfrequentie als dit uitkomt. Nu, nogmaals, nuanceren in deze hele weerforecast. Ja, dit is voor weermodellen extreem moeilijk om qua locatie te gaan bepalen. Ik geef u hier nu al de laatste weerkaarten, de nieuwste die er zijn. Het kan nog wat zuidelijker zakken, het kan nog wat noordelijker gaan. We gaan het zo meteen even checken aan de hand van onze weerkaarten. Maar duidelijk, MCS een volle expansie hier. Trouwens, als u naar noodweer.be surft, kan u bovenaan in de zoekbalk MCS intikken en gaat u ook de verklaring kennen voor zo'n onweerscluster en wat het kan doen. Goed, en dan naar de avondperiode. De Noordzee. Kijk eens hier een typisch beeld voor een cluster die met volle geweld op de Noordzee trekt. En ja, gepaard kan gaan met windstoten 70 tot 90 km per uur. Als het gaat om een downburst, een valwind, gaan we los over de 90 km per uur. In de achterzijde hier zien we nog een aantal buien die zich ontwikkelen. En dat zijn meestal hevige regenbuien. De onweerskans gaat er geleidelijk aan uitgaan, omdat de onstabiliteit opgesoupeerd is. Complex zuigt dat eigenlijk op. En in die achterzijde zijn dat dan meestal de
medium tot light regenbuien. U ziet hier vooral ook heel frappant het westen en de regio's nabij de Frans-Belgische grens, die lijken gespaard te blijven van deze hevige onweersbuien. Het is vooral een strook in Noord-Vlaanderen, Limburg, opnieuw de regio Voeren. Alsjeblieft mensen, als u daar in die regio aan het werk bent om wateroverlast en al de problematiek daar te fixen, hou er rekening mee dat een tweede episode met noodweer kan naderen. Kan, ik zeg kan, maar het ziet er niet zo bijster positief uit. En ook in delen van Nederland trouwens. Goed, en dan gaan we naar het volgende. En ik communiceer nogal redelijk klaar en duidelijk, dat maakt het voor jullie heel simpel. Wat komt er? Wat zijn de gevolgen? Wat kunnen we nu doen? En wanneer gaat eigenlijk de situatie stabiliseren? Goed, dat is mijn rol. Goed, dan gaan we naar neerslag. U vindt dat uiteraard op onze site en we gaan een aantal weermodellen erbij nemen. Voor 20 mei was er geen vultje aan de lucht, dachten we. We hadden daar ook wel een waarschuwing voor staan. Er was op meerdere plaatsen op 20 mei ook wateroverlast, lokaal zelfs 50 tot 80 liter regen in Nederland. Dan gaan we naar dinsdag. Dit is het Amerikaans weermodel, mensen. Ja, en hier zien we al neerslaghoeveelheden. Als ik die kleuren zie, ja, dan moet ik altijd denken aan een waterbom 2021. Remember, 30 tot 40 liter zien we daar al bij komen in dit Amerikaans weermodel. Dan gaan we even het weermodel switchen naar Icon D2. Tjojojo, een zone 1, een zone 2. En waar we daarnet zagen in Arom dat eigenlijk de focus niet langs die Frans-Belgische grens lag, remember, zien we die nu in het Duits weermodel Icon D2 toch zuidelijk liggen en blijven volhouden 30 tot lokaal 60 liter per vierkante meter op een korte tijd. En het is die tijdspanne die een probleem vormt. Als er 60 liter valt over 5 tot 10 dagen, ja, dan gaat er geen haan naar kraaien. Maar op 2-3 uur in tijd is vraag om wateroverlast. Dan gaan we naar Harmonie. Hebben we die? Of course hebben we die. Van onze collega's bij het KNMI. En hier ziet u, holy pepperonis, zone 1, de Ardennen, zone 2 in Nederland. En Voeren, die daar eerder al getroffen werd door heel grote neerslaghoeveelheden, ligt daar ook in de buurt. In de blauwe kleur op dit moment, maar what's in a name? Het kan schuiven, 25 kilometer naar het noorden, 25 naar het zuiden. En ja, dan hebben we het vlaggen. Goed, regen, heel erg duidelijk. Dan gaan we kijken naar het volgende. We hebben ook onze onweerskaartjes. En onze onweerskaartjes die zaten er eigenlijk spot op voor 20 mei. In deze regio is zeer actief onweer geweest op 20 mei. Met hagel, wateroverlast, alles wat u eigenlijk niet wil, als u er niet van houdt. Trouwens, nogmaals, oproep. Als u een onweerliefhebber bent, kan perfect, laat het mij even weten. In de reacties hier beneden. Ja. Of u bent een zonliefhebber, mag u mij ook laten weten. En van waar kijkt u? Dan mag u misschien ook wel even mee. In welke locatie in de Benelux zijn er mensen uit het buitenland? Kan wel. Goed, dan gaan we even kijken naar dinsdag. En dinsdag onweerrisico eigenlijk wel nog vrij oké. Als we kijken naar de onweerskans, gaat het weermodel eigenlijk niet echt extreem gaan uitslaan. En dat is ook wel ergens te verklaren, omdat we spreken over een regenzone die een stuk gaat activeren. Maar wie weet, als we op 21 mei opnieuw kijken naar deze kaart, dat oranje en rood erbij komt kijken. Ik zou u aanraden, mensen, hou onze berichtgeving op social media heel goed in de gaten. Kent u mensen die in gebieden wonen waar u net naar gekeken heeft, die wateroverlast kunnen krijgen? Deel deze video alsjeblieft op je eigen tijdlijn. Of in WhatsApp-groepjes even verspreiden, kan ook wel helpen. En abonneer gratis, als u op de hoogte wil blijven van de allerlaatste updates. Als u zegt, dit interesseert mij niks, het allerlaatste weerbeeld, dan moet u niet abonneren, of course. Maar als u, ja, als eerste wel weten wat komt er, this is the place to be. Tot heel snel en hopelijk valt het al bij al mee met het complex aan onweer. Maar het zal pittig worden. Bye bye.